Goedemorgen. Vandaag is de dag. Hier, kijk, dus Verona. Daar is Rick. Waar is Rick? Rick die moet even wennen aan het paardenslijm. Maar we gaan de box versieren. En we gaan natuurlijk Verona een beetje versieren. En dan komt Tessa straks. En die gaan we bellen en zeggen dat de opnames niet helemaal goed lukken. Dus dat of ze even wil komen helpen en of ze de rijboek even aan wil trekken. Ah, want we zijn een video aan het maken voor Letterhart. Ja. Dus ik ben benieuwd. We hebben allemaal spullen meegenomen, dus het wordt helemaal leuk. Ik ben er klaar voor. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Link is er ook bij, die komt ook even helpen. Alice is erbij. Ligt er ook vooral stro. Een box mooi versieren is nog niet zo simpel. En Veroon heeft kerststrikjes in haar haar. Hallo meis. Ho, ho, ho. Hallo meisje, hoe is die? Oh, je hebt hier gewoon een paardenlaars aan. Ja. Oké. Okay. Nou, ben je er klaar voor? Oh, je hebt ook nog een sjaal gedaan. Oh, hallo. Hoi. Hallo, Allah. Maar, kom maar. Kom ik even weg geweest? Is er iemand hier ook niet? Voor kerstmis krijg jij van papa, mama Rick, Jonna, Alice en opa Cor, Verona. Ik moet haar wel delen met mama. Fijn kerstmis. Vasthouden? Moet ik hier ook nog een voorlezen voor je? Wat heb je nou gehad dus? Wat is het nou? Nee, ik heb Verona gehad. Is dat wel ergens anders? Nee. Lieve Tessa, ik weet dat jij en je mama veel geld hebben gespaard voor mama. Papa en opa Cor hebben daar nog wat extra geld bij gelegd. Nu kan mama mij kopen. Mag ik jou paard? En wil jij mijn mens zijn? Lies, Verona. Ja, daar staat hij. Weet je al, die strikjes om? Hebben wij een kaart? Ja. Jee! Herken je er niet? Jawel. Nee. Ja, weet je, denk ik gelijk met papa en mama gisteren hebben gedaan. Ja? Ja? Ze hebben de kerstman even geholpen. Ik zal maar even gaan kijken dan. Nee. Ja? Helemaal beduust. Hoi, Aldun. Vind je ervan straf? Leuk. Had je het verwacht? Hoi. Nee. Nee. Niet. Nee. Oh, wacht even. Mag niet. Nee. Nou, trek dan maar naar achter. Nee, doe het laag. Laag. Dan duw je tegen de borst. Juist zo. Ik wel. Ik had nee? Echt niet verwacht. Had je dat echt niet verwacht? Nou moet je voor de zorgen. Ik heb nog een brief voor je. Nog één? Ja, we zijn een paar minuutjes verder. Tess is een beetje van de verbijstering gekomen. Ik krijg nu de kaart van... Ga maar lezen. Nee, ga maar lezen. Ja, dank je. Ze begint te beseffen dat ze een paard heeft. Dat had ze nog niet helemaal door, geloof ik, hè? Ja, hallo Tessa. Alice heet... Als het goed is, ben je nu de... Trotse... Allertrotste... eigenaar van Verona. Ik wens jullie samen heel veel plezier. Pas je goed op haar. Wil je het even verder lezen? Heel veel geluk en plezier. Hartelijke groeten, Esther. Weet je nog die mevrouw die toen bij Verona was? Die jou toen op ging tillen zodat je het halfstrom kon doen? Dat is Esther. En die stuurt je nu een kaart. Wil je nog iets tegen Esther zeggen misschien? Hartelijk bedankt. Nou, zou je goed op haar passen? Dat vraagt ze. Ja.
Ja? Goed zo, meis. Ja? Wil jij eerst even naar de manege Middelhof komen? Dan kan je Verona zien. Ik heb een paard gekregen. Voor Kerstmis. Ja? Nou, we gaan nu even het halster showen. Tess, vind je van het halster? Heel mooi. Wat voor kleur is die? Roze. Hoe roze? Glitterroze. Glitterroze. Ik ben dan heel dichtbij. Stak buiten ook nog even filmen. En wel een super gaaf halster. Die heb je gehad van Ruiterhart. Dankjewel. Verona voor het eerst even los. Ze is nu in de paddock, nummer 4. Eigenlijk had ze in 2 gemoeten, maar ze mag even in 4. Dus dan zullen we even buiten kijken. Even bewegen. Wat vind je ervan, Tess? Leuk. Leuk. Ik heb een paard.